Als thema voor de Wereld Parkinson-dag werd dit jaar gekozen voor Denk, Slik, Spreek, ook over Parkinson. Het Parkies kookatelier van Gentenaar Yves Meersman kon daarbij niet ontbreken. Hij bedacht samen met dokters en diëtisten een voedingsconcept voor Parkinson-patiënten. Eigenlijk ben ik zelf kok van beroep en ik heb zelf Parkinson gekregen, 5 jaar geleden. En ik vond met de kennis van mijn beroep en de passie die ik ervoor heb, eigenlijk heb gezegd, ik wil iets ten dienste staan voor de Parkinson-patiënten, mijn kennis overdragen. Want voeding is wel ook een heel belangrijk item binnen de ziektebeeld van een Parkinson-patiënt. Je neemt je spatel en je gaat beginnen roerbakken. En dat is roerbakken. Maar om zeker te zijn dat dat goed gebeurt, je gaat je kleine been een klein beetje spreiden. Je gaat een klein beetje door de knie. Door de knie. En dan op muziek. We gaan beginnen lokken. Beetje later gaan we beginnen. Beetje meer muziek. Yves kan met zijn kookatelier de patiënten niet genezen, maar de bedoeling is om de symptomen zoveel mogelijk te verlichten. Een van de bekendste symptomen bij Parkinson-patiënten is beven. Maar er zijn ook nog minder zichtbare symptomen. Zo verliezen veel patiënten hun reuk- en smaakvermogen. Ook daar wil het Parkies kookatelier een antwoord op bieden. Het is ook koken in functie van eet- en slikproblematiek. Want het type eigen aan de ziekte is ook het slikniveau dat vermindert, de geur vermindert eigenlijk. En dat gaan we tonen met Parkies kookatelier. Is enerzijds het wetenschappelijke, omdat het volledig wetenschappelijk onderbouwd is. Maar anderzijds de kooktips en trucs is ook heel belangrijk. Want de Parkinson-patiënt staat ook graag in de keuken en wil ook nog lekker eten en zich gelukkig voelen.